In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Cody. Hij is pedofiel. Delen of voor jezelf houden? Delen. In de kast of uit de kast? In de kast. Seks met jezelf of met een ander? Met mezelf. Handen boven of onder de dekens? Onder. Pedofiel of pedoseksueel? Pedofiel. Wanneer en hoe kwam je erachter? Ik was 11 of 12 jaar oud. En toen de tijd paste ik op bij een buurtje aan de straat. Die had ook wat veel vriendjes over de vloer. Nou, dat ging altijd goed eigenlijk. En het heeft wel een tijdje geduurd voordat ik merkte dat er toch wel iets anders aan de hand was. Die jongens die trokken soms wel zijn kleren uit. Nou, ik dacht, nou ja, dat is boys will be boys, doe zo, het gaat er wel over. Alleen merkte ik op een gegeven moment dat ik het helemaal niet zo erg vond dat ze dat deden. En toen realiseerde ik me dat het wel een probleem was. Ik begon me eerst zelf af te vragen, was ik dan een homo? Maar ik dacht, nee, dat klopt niet, want ik val eigenlijk helemaal niet op jongens van mijn leeftijd of op oude mannen. En toen klikte het voor mij heel snel van, shit, dan ben ik dus misschien een pedofiel. En toen? Wat gebeurt er dan in je hoofd? Paniek. Stress. Dat was heel erg gek. Ik ben ook in mijn 10 jaar erg depressief geworden. Ook nagedacht over zelfmoord. Dat doe ik vaak. Nooit de poging gelukkig. Maar het heeft wel vaak... Het heeft vaak in overgezet. Lijkt me ook heel gek dat je ineens besef je je iets waarvan je weet dat de hele wereld het zo verkeerd vindt. Ja, want je hoort natuurlijk elke dag in het nieuws weer verschrikkelijke dingen over pedofielen. Tenminste, kindermisbruikers, maar daar zeggen ze natuurlijk pedofielen voor. Maar dan denk je bij jezelf, maar ik hoor niet bij die groep. Eigenlijk dus, het brengt ook heel veel verwarring. Want je weet zelf ook niet wat er aan de hand is. Weet je nog wat je toen het moeilijkst vond, op het moment dat je er net achter kwam? Er is niemand om mee te praten. Ik dacht dat ik de enige was, want ja, een pedofiel die misbruikt kinderen, dat dacht ik natuurlijk ook toen de tijd. Ik wist niet beter. Toen zei ik, ik kan er niks mee. Maar je weet toch wel dat er andere pedofielen zijn? Niet als je 12 jaar oud bent. Je weet dat er andere pedofielen zijn, maar je weet niet dat er pedofielen zijn die geen kinderen willen misbruiken. En ook niet hoe je die moet vinden. Hoe weet je nou op een gegeven moment dat het pedofiele gevoelens zijn? Want ik kan soms ook wel eens het gevoel hebben dat ik met een kind wil knuffelen en het nooit meer wil loslaten. Ja, goed, ik heb seksuele gevoelens voor kinderen. Die ben jij niet, denk ik. En anderen waarschijnlijk ook niet. Ja, dat is natuurlijk wel een groot verschil tussen iemand die pedofiel is en iemand die niet pedofiel is. Heb je dit tegen vrienden of familie durven vertellen? Ja, ik heb mijn ouders weten allebei en 2 vrienden van me weten het. En die vingen allemaal heel goed op, gelukkig. Wie waren dan de eerste waar tegen je het zei? Mijn ouders, mijn moeder zelf. Hoe ging dat? Nou, heel moeilijk. Want het was niet gepland eigenlijk dat ik het zou vertellen. Ja, we zaten een avond samen te eten, maar mijn vader was niet thuis. En op een gegeven moment kon ik het niet meer loslaten. En ik kreeg geen hoop meer door mijn keel. En ik bleef alleen maar naar mijn glas staren. Mijn moeder vroeg op een gegeven moment van, is er wat? En ik kon geen antwoord geven. En ik dacht, shit, ik kan niet meer terug. Dus na een half uur staren en trillen is het er eigenlijk uitgekomen. En heb ik gezegd dat tegen mijn moeder dat ik een heel groot probleem had. Want ik val op jongens, maar niet van mijn leeftijd. Dat is de jongen. En wat zei ze toen? Nou, ik heb natuurlijk het eerste wat ik heb gezegd, was dat ik nooit kinderen heb misbruikt en dat ik het ook absoluut van plan ben. Ik heb heel veel zitten vertellen voordat zij begon te praten. Omdat ik natuurlijk eerst wilde dat ze wist hoe ik in elkaar stak. En wat zei ze? Ze was natuurlijk wel flink gechoqueerd. Maar ja, ze zei dat ze nog steeds van mij houdt en dat het niks verandert. En dat we moesten kijken naar hulpoplossingen eventueel, als die er zijn. Is pedofilie een ziekte? Ik vind het van niet. Ik vind het meer geaardheid dan een ziekte. Je realiseert dat je meestal tijdens puberteit, dus meestal wanneer kinderen zich meer op jongens of meisjes gaan richten, focussen, zeg maar. Het is iets onomkeerbaars. Je komt er niet zo vanaf. Het kan niet, er zijn geen medicijnen voor. Je kan het niet wegbidden. Dus, je kan het, psycholoog kan het ook niet wegtoveren. Ja, blijf bij je. Dat is een geaardheid. Waarom zouden andere mensen dan wel als een ziekte zien? Ja, dat mensen vinden het ziek dat je iets seksueels ziet in een kind. Daar komt het vandaan, denk ik.
Vind je dat soms ook? Dat als er dan zo'n gedachte komt dat je denkt, dat je er... Ja, ik goed, ik weet hoe andere mensen erin staan. En ik kan me voorstellen dat het voor anderen wel te zaakjes ziek klinkt, ja. Maar ja, daar kan ik weinig mee. Ja, want voor jou is het normaal. Voor mij is het normaal. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je, hoe normaal je zelf iets vindt, kan je misschien ook wel walgen van een bepaald idee. Ja, dat kan wel. Ik walg van het idee dat voor kindermisbruik, dat vind ik iets verschrikkelijks. Dat is iets waar ik van walg. Nou, dat geldt voor heel veel mensen. Ik ben ook gewoon tegen kindermisbruik. Maar walg je dan dus ook wel eens van jezelf? Nee, dat niet. Vroeger wel. Maar daar heb ik vreemd eigenlijk in mijn top zelf al geaccepteerd. Dus ik vind mezelf niet ziek in dat opzicht. Waar voel je je tot aangetrokken? Tot jongens van een jaar of 8 tot 13. En vrouwen van mijn eigen leeftijd. Is dat hoe je op die jongens valt even duidelijk als bij die vrouwen? Nee, dus bij jongens is het wel wat meer aanwezig, zou ik zeggen. Hoeveel meer? 80% denk ik. 70-80%. En heb je dan ook nog een bepaald type? Nee, niet echt. Heb je dan ook een seksuele voorkeur voor ieder kind of verschilt dat ook? Nee, niet echt. Het is niet zo dat ik aan seks denk als ik een kind zie, meteen. Dat is niet het geval. Dat is in het openbaar in ieder geval. Zeg maar. Het is niet als ik een kind zie van, wat lekker of zo. Dat is niet zo. Maar als je een jongetje ziet, wat voor gevoel krijg jij daarvan? Blijdschap. Als ik bijvoorbeeld een mooie op straat zie, denk ik van, die is mooi. En dan ga ik een dag verder. Dan is het. Ik blijf er niet op hangen eigenlijk. Maar dat is dus, het is wel meer dan... Goh, hij is mooi. Want ik denk soms ook wel eens over een kind, van een mooi kind. Maar jij bent een pedofiel. Ja. Waar zit hem dat verschil in? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want het is dat op zich verschillend niet zo heel veel van elkaar. Want iedereen kan natuurlijk zeggen dat een kind mooi is. Maar ja, voor mij gaat het toch wat verder. Maar ik kan niet precies uitleggen hoe. Hoe zorg je ervoor dat je geen pedoseksueel wordt? Ja, voor mij is het heel makkelijk. Ik wil geen kinderen pijn doen. En ik wil ook niet de gevolgen... Van kindermisbruik ze niet overzien. Je weet niet hoe erg het voor hun zou zijn natuurlijk. Ik wil daar mijn vingers niet aan branden. Ik wil dat er niet aan doen. Dus voor mij is het zo simpel. Ik misbruik geen kinderen en dat zou ik ook niet doen. Maar totdat je aan misbruik komt, er zitten heel veel stappen tussen. Zeg jij dus van, ik ga gewoon nooit een kind aanraken. Of ik ga nooit een kind langer dan 5 seconden knuffelen. Of wanneer... Ja, ik zou niet weten waarom bijvoorbeeld een knuffel niet zou kunnen. In mijn ogen is daar niks mis mee. Ben je ooit wel eens in de verleiding gekomen om iets met een kind te doen? Ja, vroeger wel. Maar dat was die gedachte bij me opgekomen, maar dat wierp ik ook heel snel van mezelf af. Dat ik absoluut niet die kant op moest gaan. En wat was die gedachte dan? Ga ik niet voor me. Schaam je je ervoor? Ja. Ja, dan snap ik ook dat je het niet wil zeggen. Ja. Maar hoe ging dat dan op dat moment dat het in je hoofd kwam? Dacht je van, hoe kut? Ja, eigenlijk wel. Ja, voor mij, dit is niet best. En is er daarna ook nog wel eens een andere keer een moment geweest? Nee. Ben je daar ook wel eens bang voor dat dat nog komt? Nee, denk ik niet. Ik sta stevig genoeg in mijn schoenen om te weten dat ik... Dat ik kan goed grenzen stellen aan mezelf. Ja, maar toch lijkt me met je fantasie... Ja, sorry, maar mijn hoofd is gewoon niet controleren. Ja, voor jou is het natuurlijk... Je hoeft jezelf niet te controleren, je gedachten en fantasieën. Want dat in het echt leven zou het in principe ook allemaal mogen kunnen. Maar voor ons niet. Ben je wel eens bang voor jezelf geweest? Nee, dat niet. Snap je dat mensen dat wel kunnen zijn? Ja, dat snap ik nog niet. Mensen hoeven mij niet te geloven dat ik mezelf de controle heb natuurlijk. Of dat ik nooit iets heb gedaan met een kind. Maar je weet van mezelf dat ik daar wel de controle over heb. En dat dat nooit zou gebeuren. Maar ben je dan seksueel gezien wel volledig genoeg? Content? Ja, kan ik wel zeggen. Ik kan prima seks hebben met vrouwen van mijn eigen leeftijd. Maar is het dan niet dat je dan altijd blijft denken aan van... Ja, maar mijn grootste fantasie is toch wel? Ja, dat blijft wel hangen, maar ik weet dat het niet gaat gebeuren. En dan leg ik mijn manier. Wat vind je van de manier waarop pedofielen in de media komen? Niet goed eigenlijk. Want zodra er een misbruikzaak op het nieuws komt, gaat het altijd over de pedofiel. Terwijl we weten dat iemand die seksueel misbruik pleegt, niet per se pedofiel hoeft te zijn. Maar het is altijd de pedofiel dit, de pedofiel dat.
En het is juist jammer dat er heel veel ophef wordt over gemaakt. Want als jongeren die dit net hebben ontdekt van zichzelf, dit allemaal lezen, dan wordt de drempel hoger om juist naar hulp te gaan zoeken. Eigenlijk gebruiken ze dus de verkeerde woorden, want ze moeten het hebben over misbruik. Ja, eigenlijk wel. Of een kindermisbruik of een zedendelinquent bijvoorbeeld. Want een pedofiel is iemand die seksuele gevoelens heeft voor kinderen. Maar dat wil niet per se zeggen dat diegene ernaar haar heeft gehandeld. Dat is dus een kindermisbruiker. Dus hoe zouden we het het beste kunnen doen? Ja, iemand die kinderen misbruikt, is een kindermisbruiker of een zedendelinquent. Je weet niks van die man zijn geaardheid of vrouw. Kun je ermee leven? Ja, zeker. Jij leeft? Ik leef. Maar is het echt een kutleven of is het goed? Een beetje van erbij. Het ligt eraan hoe je wat je er zelf van maakt. Het was heel erg kut toen ik jong was en niemand had mee om mee te praten. Maar dat is nu anders. Dus mijn leven is absoluut minder kut dan het was. En stel nou dat je de optie zou kunnen krijgen om niet meer op kinderen te kunnen vallen. Zou je dat willen? Nee. Ik zou het laten zoals het is. Waarom? Omdat pedofilie een heel groot deel van mijn leven is en het heeft wel bepaald met wat voor persoon ik ben geworden. En ik denk, als het van me wordt weggenomen, dat ik misschien een andere persoon ben. Het zou je leven toch wel een stuk makkelijker maken als je gewoon kan nadenken over dingen die mogen? Ja, maar ik kan het ook gelukkig. Dat is helaas niet voor iedereen zo. Want er zijn ook nog pedofielen die vallen alleen op kinderen. En dat is een heel ander. Heb jij nou iemand die je hier graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar ons hele gesprek? Check dan onze podcast. Zo. Eet jij eigenlijk een kiwi met of zonder schil? Zonder. Oh ja? Ja.